Welkom allemaal bij weer een gloednieuwe video op dit kanaal. Het is een eeuwigheid geleden dat ik hier nog heb gepost, maar sinds vandaag is de gloednieuwe versie van Pro Cycling Manager uit, Pro Cycling Manager 2022. En ik dacht dat is een ideaal moment om dit kanaal, of om terug opnieuw op dit kanaal te beginnen uploaden. En net zoals vroeger ga ik voornamelijk video's maken van de online rondjes die ik met mijn vrienden rijd. Maar omdat zij op dit moment nog geen Pro Cycling Manager 2022 hebben, rijd ik in deze video twee one-off races die tegen drie onbekende medespelers. En in deze eerste koers is het Nice-Nice, de traditionele laatste etappe van Paris-Nice met aankomst op de Promenade des Anglais. En ik heb vandaag in deze race gekozen voor EF Education. Voor de mensen die niet weten hoe one-off races online werken. Er zijn dus, zoals je op het rittenprofiel kan zien, twee tussensprints en dan ook nog een sprint aan de finish uiteraard. En daar kan je telkens punten verdienen, maar bij elke koers zijn de ploegen ingedeeld in A, B, C of D ploegen, afhankelijk van hoe goed ze zijn. En ik kies meestal altijd voor een B- of een C-ploeg, omdat die een multiplier hebben op het resultaat. Dus afhankelijk van het resultaat dat je rijdt, krijg je punten. En als je met een slechtere ploeg rijdt, dan krijg je voor hetzelfde resultaat meer punten dan wanneer je met een goede ploeg rijdt. En dus ik ben al in de vroege vlucht met Guerreiro voor die eerste tussensprint. En ik ga ook nog met Uran proberen gaan, want er zijn een aantal sterke renners mee in de vroege vlucht. En ik mag weg van het peloton, dus als ik met Uran naar voren geraak, dan heb ik wel een hele goede renner ook mee, voorin die het eventueel kan afmaken. En dan gaan we stilletjes aan nu naar die eerste tussensprint. Ik heb Guerreiro, daar gaat Bagioli al demareren, die gaat er heel vroeg vandoor. Ik zet nu aan met Guerreiro, ik ga Petilli nog inhalen net ervoor en dan gaat ik tweedes worden vallen. En dan pak ik toch 5 punten, want in de eerste... Oh, en Uran valt. Ai, Uran is gevallen, dat is een... Ja, dat is wel jammer. Die gaat hier nu opgepeuzeld worden door het peloton. En dan, ja, dan was mijn troef eigenlijk van een hele goede renner voor in te hebben. Is die helemaal weggevallen nu. En moet Uran dus in het peloton verder. Dus daar heb ik enkel nog Guerreiro voor in. Die is natuurlijk ook geen slechte renner. En we gaan nu, voilà, doorspoelen naar de tweede tussensprint. Daar gaan we helemaal op kop beginnen nu. Op een kilometer nog gaan we beginnen sprinten. Tegen Van Gils. Die wordt niet bestuurd door een andere PCM'er. En niemand doet mee. Daar komt Benoot nog. Maar Guerreiro gaat hier de volle 10 punten pakken. Bij de tweede tussensprint. En dan gaan we beginnen aan de laatste klim van de dag. En we zijn alleen weg met Benoot. Maar ik weet niet of dat we echt door gaan rijden. Benoot is natuurlijk deel van Jumbo-Visma. Jumbo-Visma is wat de beste ploeg in deze game. Samen met Ineos. Dat is echt natuurlijk ook zo. En we zitten hier redelijk ver ziek. Dus dan gaan we toch wel moeten opschuiven. We hebben eigenlijk te veel rekening gehouden met die tussensprint voor Guerreiro. En eigenlijk te weinig rekening gehouden met de goede plaatsing van onze kopmannen. Daar gaat UAE nu ook tempo maken samen met Jumbo-Visma. Daar komt ook Quickstep. Dat zijn onze drie concurrenten. Dus we nemen het op tegen drie hele goede ploegen vandaag. En dan Padoen zit nog redelijk goed vooraan. Die gaat zich nu in het wiel van Guerreiro nestelen. En dan zijn we bijna boven ondertussen. En is Jumbo-Visma met drie man weggereden. Ja. Vingegaard, Roglic en Sepp Kuss zijn er vandoor. En dan liet Quickstep eigenlijk het gat vallen. En dan zijn ze met z'n drieën weg. Eigenlijk zoals ze dit jaar hebben gedaan in de allereerste etappe van Paris-Nice. Toen reden ze ook met drie weg. Toen was het Laporte en Van Aert die samen met Roglic met drie samen over de streep kwamen. En ja, we zitten eigenlijk redelijk ver hier. We hebben Guerreiro en Padoen hebben we in de achtervolgende groep op die drie van Jumbo-Visma zitten. Maar de rest zit er eigenlijk nog achter. Dus gaan we toch met Guerreiro hier moeten sprinten. Chavez probeert nog dat gat dicht te rijden. Maar dat gaat niet meer lukken op 99. Ik denk dat we hier met Guerreiro gaan moeten sprinten. En dan gaan we natuurlijk nog proberen die drie van Jumbo-Visma in te halen. Maar ik weet niet of dat dan nog gaat lukken. We hebben een voorsprong van 20 seconden nu. En dan gaan we nog sprinten. En dan gaan we proberen vierde te worden met Guerreiro. Die sprint hier te winnen in het peloton. En dat gaat ook wel lukken, denk ik. Het is nu is dat Almeida van UAE waar we tegen moeten. Maar die gaan we wel pakken. En dan, daar komen ze nog van achter. Maar Guerreiro gaat het wel houden, denk ik. En die gaat vierde worden. Die gaat zijn koers net niet meer inhalen. En een vierde plek voor Ruben Guerreiro. Niet slecht natuurlijk. Wel jammer dat Jumbo-Visma een 1-2-3 heeft gedaan. Die pakken natuurlijk veel punten. Want aan de aankomst zijn natuurlijk de meeste punten te verdienen. Maar natuurlijk, Jumbo-Visma is een A-ploeg, dus die pakken misschien niet zoveel punten in vergelijking met die vierde plaats van Ruben Guerreiro.
En dan zien we hier nog eens de uitslag. En dan zien we hier dat we toch een 36-tal punten hebben gepakt. Dat is niet superveel. Orléans Tour heeft eigenlijk een hele mooie gepakt met Quickstep. Dat is een C-ploeg blijkbaar, wat ik toch raar vind. Aangezien dat ze Alaphilippe hebben. Maar enfin, ja, ze hebben pak heel veel punten. En ook Jumbo-Visma pakt natuurlijk redelijk veel punten. En dan gaan we nu de tweede koers rijden. En dan gaan we zien. Het is een bergrit. Deze in de Ronde van Zwitserland. En we gaan Jumbo-Visma pakken. Omdat zij, niet omdat zij, omdat zij natuurlijk de vorige koers zo goed waren. Maar ook gewoon omdat de aankomst bergop is. En dan, dan kan je beter de betere renners pakken. Want anders doe je natuurlijk gewoon niet mee voor winst. Zo simpel is het. Ik ben met Benoot en Van Aert mee in de vroege vlucht. En ik probeer ook nog met Vingegaard te gaan. Eigenlijk een beetje dezelfde tactiek als gisteren. Met, of als de vorige rit met Uran. Maar we mogen niet weg van Ineos. Ze hebben Martinez vooraan. Dus ze hebben wel een hele goede renner vooraan. Met 79 klimmen. Van Aert heeft zelfs maar 70 klimmen in de nieuwe database. Maar ja, binnenkort spelen we waarschijnlijk met een andere database. En dan gaat hij misschien net iets meer hebben. Maar die databases, omdat de eerste dag is, zijn die natuurlijk nog niet gemaakt. Dat is voor later. Dus Vingegaard gaat zich nu in het peloton zetten. En dan gaan wij proberen met Van Aert en Benoot de tussensprint te pakken. We hebben twee man mee, dus we kunnen 1-2 worden. Met wat geluk. We zitten nu op 1,5 kilometer van die eerste tussensprint. Daar ligt in de verte. En we gaan rond op de kop rijden. We gaan zien wat er iemand meedoet voor de punten. Of dat ze aan het opletten zijn. Martinez zit daar inderdaad. Hele goede renner. En niemand maakt het ons lastig. Dus makkelijk 15 punten verdiend voor ons. Aan het tussprint zijn overigens 10, 5 en 3 punten te verdienen. Zo werkt die telling. En dan zitten we nu hier helemaal van boven op die eerste call. En zijn we nog met 11 mannen vooraan. Van Aert zit net leeg. Maar die gaat wel mee over de top geraken. Met Matthew zit ook helemaal leeg. Van Bike Exchange, ook bestuurd door een PCM'er en niet door de computer. Dus we zijn hier met 11 en dat wil zeggen dat Van Aert en Benoot straks opnieuw voor die tweede tussensprint die daar halverwege de klim net voor een klein plateautje ligt. We zijn nu beneden in het dal en het draait niet mee, dus we gaan met Van Aert gewoon mee, want ze gaan daar allemaal aanvallen. Dus daar gaan we gewoon lekker mee en dan komt Martinez nu ook. En dan zitten we met Benoot misschien een beetje ingesloten. Gaan we nu proberen aanvallen. Maar ze gaan zelf het gat dicht rijden. Dus dan kunnen we met Benoot beter blijven zitten. Van Aert, je moet natuurlijk niet rijden. Laat Martinez dat maar doen. We gaan Martinez niet in een zetel brengen. Dan gaan ze zelfs nu aanvallen in de eerste groep. Maar Martinez laat hier het werk maar opknappen. Hij is natuurlijk de betere renner van Aert. Alleen in principe is Van Aert beter. Maar natuurlijk, het is aankomst bergop. Dan telt dat allemaal niet mee. En op 6 kilometer van de streep zijn we 3 man weggereden, met Martinez onder andere. Dus het is even van een Van Aert om dat gat dicht te rijden, om ervoor te zorgen dat we voor de eerste plek kunnen gaan in de tussensprint. Daar komt nu ook EF Education mij helpen, om dat gat helemaal dicht te rijden. En dan zijn we terug opnieuw volkaller vooraan en dan gaan ze daar tempo maken. En dan, daar gaat Kudos aanvallen. Dus dan gaan we weer opnieuw gewoon tempo maken. Het is nog 4 kilometer, gewoon Van Aert rustig. Op 75 laten rijden, zetten we ze voilà, een beetje harder, zodat dat we die twee vooraan nog grijpen en dat we dan hier nog een klein klimmetje. En dat we, voilà, ze rijden al niet meer mee, of met twee vooraan. Ze vinden elkaar niet meer, dus dan is het makkelijk dat we het gat hier kunnen dichtrijden. En dan is het nog 2 kilometer. Martinez zit al ons om de hielen om te proberen de punten van ons af te stoppen. We gaan gewoon blijven tempo maken en zien wanneer dat die gaat aanvallen. En dan moeten we die normaal wel kloppen in de sprint. Daar gaat Martin gat. Ja, en dan moeten we zelf ook natuurlijk. Van Aert, oh, dat wordt nog nipt. Oh, en het is, ja, fotofinish nodig, denk ik. Maar ik denk dat we nog net eerste worden voor Martinez. En dan zitten we hier nu in het, Vingegaard valt. Dat is wel heel miljard. Dat is ook op een slecht moment, net voor die klim gaat beginnen. Ja, dat is voor Vingegaard natuurlijk, dat is onze beste knecht voor Roglic. Dat is wel echt heel jammer. Er zijn nog 2 man van AG Desert. Zij gaan tempo maken. Ja, voilà, zij gaan tempo maken. Dus laat Vingegaard maar in haar wiel zitten. En dan Van Aert, ja, wacht maar op Vingegaard. Om die misschien nog proberen terug te brengen in het peloton. Voordat die echte klim begint. Het is ook een klim met kassei. Ja, het is eigenlijk onverhard, denk ik, in het echt. Maar op PCM zeggen ze dan dat kassei zijn. Natuurlijk belachelijk. Ik denk dat er geen ene col in Zwitserland 6-7 kilometer kassei heeft. Zou heel raar zijn. En dan zitten we net voor dat plateautje hier. En dan is het gat met het peloton bijna dichtgereden. Dat gaat Vingegaard even doen.
Voilà, en dan gaan we toch nog kunnen aansluiten. Maar dat heeft wel krachten gekost. Nog een harkende man van AG Deser die we inhaal. Ja, dat gaat net niet dicht, maar dan gaat AG Deser ons helpen. Voilà, en dan zitten we terug in het peloton. Van Aert, net op het moment dat Van Aert komt aansluiten, gaan we die even drinken laten halen. Voilà, dat hij even kan bevoorraden. We zitten nu op 10 kilometer. We zijn richting die onverharde strook aan het gaan. Evenepoel is helemaal vooraan aangevallen, die natuurlijk Edendoel heet, op de gewone database van het spel, omdat die de rechten niet hebben om de namen van de Quickstep-renners te gebruiken. Maar ook dat gaat binnenkort natuurlijk gefixt raken als er nieuwe databases uitkomen van mensen die dan wel de echte namen gebruiken. En Kruiswijk bepaalt gewoon rustige tempo. Vingegaard, die zit al redelijk leeg, die zit niet meer fris. Wel jammer natuurlijk, dan is Sepp Kuss onze beste knecht. En dan gaan we nu naar die onverharde strook en dan is Ineos volledig tempo aan het maken. Ze hebben natuurlijk een hele, hele strekke ploeg. Ze hebben nog Yates, Bernal, Martinez en ook nog Carapaz. Dus nog vier echt sterke mannen, maar die Martinez die zat natuurlijk mee in de vroege vlucht. Dus ik weet niet wat die nog heel veel over heeft. Maar het is nog 4 kilometer. En we zitten hier nog met drie man eigenlijk, met Kuss, Roglic en Vingegaard. Kruiswijk en Benoot zitten er nog bij, maar die zijn leeg. Dus gaat Kuss nu gewoon tempo maken en gewoon zien dat hij kan volgen, die trend van Ineos. En dan gaan we proberen te winnen en misschien ook nog met twee man. Daar lost Martinez nu en die laat een gat vallen. Dat is natuurlijk wel een slimme tactiek. Fuglsang met dat gat dichten, hopelijk gaat hij ook niet harken, want dan zijn ze wel weg. En ondertussen rijden die drie nog altijd vooraan met Caruso onder andere ook nog. En Evenepoel. En dan moet Kuss, dan is, gaat nu Martinez, of gaat Carapaz met Bernal. Dat zijn natuurlijk, die hebben 82 klimmen allebei. Hij kan Kuss niet volgen, dan moet Roglic nu zelf. Voilà, Kuss brengt hem nog even langzij. Op nog dikke kilometer, daar is de Vot. En dan gaan we alle harken, gaan we even de Poel en Caruso inhalen, die harken. En dan gaan we beginnen sprinten met Roglic nu. En dan moeten we twee man van Ineos kloppen en dan Komo nog over Carapaz, daar komt Bernal op links, maar Roglic gaat winnen. Roglic, ja, hij pakt hem. En Roglic wint hierboven in San Gotardo in Zwitserland. Voilà, bam, we winnen met Roglic. En dan Ineos is 2 en 3. En dan gaat Vingegaard en Kuss nog net in de top 10 eindigen, denk ik. Nog twee man van Bora daar, die ook worden bestuurd door de PCM'er. En dan worden we inderdaad nog 8e met Vingegaard en 9e met Sepp Kuss. Dan hebben we toch drie man in de top 10 en twee keer tussprint gewonnen. Dat zijn ook weer heel wat puntjes. Voilà, we pakken er 64 in totaal. Dat is het meeste van iedereen. Dan hebben we een heel mooie koers gereden. Voilà. En dan die twee races die brengen ons in de top 5 in het ladderklassement. En staan 5 dus nu met 89 punten na twee koersen. En voilà, wil jij nu zelf lid worden van onze clan en eventueel in de toekomst meedoen met enkele online rondjes, dan raad ik jullie aan om lid te worden van onze clan. Die heet Virtueel Geel Podcast. Naar onze podcast die we ook hebben. Ik heb met twee vrienden die ook mee PCM'en en die in de komende weken en maanden wellicht in heel wat video's zullen verschijnen. Dus ja, als jullie lid worden van deze clan, dan kunnen we misschien in de toekomst eens een rondje maken met en iedereen meedoen met de clan. En dan zie ik jullie in een volgende video. Ciao!